Ja, natuurlijk hebben wij een topdag. We zijn verschrikkelijk blij dat ze hier weer zijn. Hoera. Precies. Feest vanochtend in het Van Gogh Museum. They are back. De in 2002 gestolen Van Gogh schilderijen. Zeegezicht bij Scheveningen, mede bijzonder want één van slechts twee zeegezichten die de schilder in Nederland maakte. En het uitgaan van de hervormde kerk van Nuenen, speciaal omdat Van Gogh die voor zijn moeder schilderde. Het zijn toch ook voor ons echt twee belangrijke werken. En we moeten niet vergeten, het gaat niet alleen om het museum. Het is ook het Nederlandse publiek dat beroofd werd van deze werken. Een ladder op, een ingetikt raam door en een klimtouw weer af en de roof was gepleegd. Waarna het tot eind vorig jaar duurde voordat deze Italianen van een speciale politieeenheid ze nabij Napels vonden in een huis van een maffiabaas. And under the lavatory, in a box, behind the panel, there was this package in a sheet of cotton. And inside the package was these two paintings. And it's a quite good condition, actually. And so very, very, very impressed about this. Ze hebben de schilderijen gevonden. En toen zei ik, niet waar, niet waar. Zijn ze dan nu echt gevonden? En toen waren ze echt gevonden. En waar het Nuenense kerkje amper schade had opgelopen, mist er links onderin verf bij het zeegezicht. Slechts een paar vierkante centimeter, maar op de schaal van een Van Gogh is dat behoorlijk. Ja, dat is echt wel een flinke schade. Dus toen we dit voor het eerst zagen was het ook wel een schok. Je kunt die verflagen niet terugbrengen. Je kunt het alleen opvullen, je kunt het helemaal reconstrueren. Maar daar gaan we met een commissie heel goed naar kijken voordat we die beslissing nemen. Met de diefstal en de terugvondst is er in ieder geval nu al een nieuwe verhalende laag aan de schilderijen toegevoegd. Die nu beter beveiligd zijn dan ooit. Dus in dat opzicht hebben wij een kwalitatief zeer hoogstaande beveiliging en maak ik me daar niet zo grote zorgen. Dus deze blijven gewoon hier? Deze blijven nu zeker hier.